Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar met de partners? Nou, het afgelopen jaar was heel uitdagend natuurlijk. SAP qua strategie hebben we ons van een on-premise firma duidelijk naar een cloud firma gestructureerd, getransformeerd. Ik kijk graag, ik heb hier gestudeerd in Eindhoven, ingenieur. Ik kijk graag met harde feiten naar dingen, dus naar cijfers, naar getallen. Ik weet niet of iedereen dat heeft gemerkt, maar ik zeg het toch omdat het een belangrijk highlight was. Vorig jaar in Q3 van 2022 heeft onze CFO, of onze ex-CFO ondertussen, Luka Mucic, gezegd we reached a tipping point. In onze omzet, in onze revenue. Dat was het eerste keer dat we boven 80% recurring revenue zijn gekomen. Wat gewoon als hard feit bewijst dat onze cloud-strategie werkt. En dan zijn we natuurlijk enorm afhankelijk door het aantal van projecten wat er is gebeurd, van het succes en de samenwerking met onze partners. Ja. Wat voor trend zie jij op dit moment waar wij SAP en de partners organisaties beter kunnen ontzorgen? Nou, het gaat ook om de flexibiliteit in de supply chain. Hè. Supply chain is inderdaad door de macro-economische en ook politieke omstandigheden waar we vooral in Europa last van hebben, hebben we veel geplande, maar ook ongeplande maatregelen die nodig zijn. Nou, en daarom heb je die flexibiliteit in je technologie nodig. Als bedrijf focussen wij daar ook op onze core. En onze core is ERP, Digital Supply Chain en BTP, het technische platform wat daaronder zit. We zien natuurlijk dat heel veel bedrijven nog steeds op een oud ECC product zitten. Met 30, 40, 50, 60.000 eigen objecten. Waardoor het systeem wel loopt, maar waardoor het steeds moeilijker wordt ook te veranderen. En de snelheid van de veranderingen en de kosten van de veranderingen houden die bedrijven tegen een digitale transformatie en ook verandering door te voeren. En wij zien de toekomst echt heel rooskleurig. Binnen SAP zelf focussen wij ons op ongeveer 150 key klanten. En als je dat vergelijkt met de hele markt die we hebben, is de hele markt heel erg groot. Ook als ik nu zie, zo te zeggen, het topje van de ijsberg, hè, waar wij onszelf op focussen. Ook als ik kijk wat voor transformatie er nu vooral het laatste jaar is doorgevoerd, dan is het een technische transformatie. En waar de echte waarde uitkomt, het is goed een technische transformatie, omdat de mensen op de juiste technische architectuur zitten, wat het hun mogelijk maakt een echte business en digital transformation te gaan doen. En daar zit de waarde. En daar zit vooral de waarde van de partners. Voor de klanten, voor de partners en ook voor onszelf. Dankjewel, Jeroen.